Goeiedag dames en heren, welkom weer bij een nieuwe video, dit keer een speciale video, want het is vandaag 31 december, dus het is oud en nieuw, dus het is tijd om oliebollen te bakken. Nou, hier heb ik al alles neergezet wat je nodig hebt. Nou, je hebt natuurlijk een pak oliebollenmix nodig. Nou, hier hebben we ook een maatbeker nodig, want er moet ook natuurlijk wat water bij of bier. Dat ga ik zo meteen uitleggen. Nou, een mixkom. Ik heb hier nog wat rozijnen en stukjes appel van een vorige pak oliebollen. Ja, dat is eigenlijk al van vorig jaar, maar dat is gewoon nog eetbaar, want het zijn rozijnen. Het is al gedroogd fruit. Nou, de grootste pan die ik heb. Natuurlijk zonnebloemolie. Ja, zo staat het wel duidelijker op camera. Een schuimspaan. Een pollepel. Een garde. En je kan natuurlijk ook gewoon een apparaatmixer gebruiken. Maar ja, die heb ik niet. Dus ik ga het gewoon op deze manier doen. Nou, allereerst heb je dus een beetje water nodig. In deze bak. En een heel klein beetje water gewoon uit de kraan. He, op deze manier, nou, dat doen wij half warm, handwarm. Oh, er zit nog een stukje in van keukenpapier. Nou, die gaan we natuurlijk niet opeten. Dat is nog van de vorige keer schoonmaken. He, dus zo. Dan gaan we dus eerst deze rozijnen inweken. Nou, ik moet even met twee handen het pakje openmaken en dan... ben ik daarna weer jullie terug bij de volgende stap. Tot zo. Nou, hallo allemaal, daar ben ik weer. Inmiddels ligt hier de appeltjes en de rozijnen liggen te weken in water. Dat moet een kwartiertje weken. Ik moet even hoesten. Sorry daarvoor. Nou, dat moet een kwartiertje weken. En ik heb hier ook 500 milliliter water afgemeten in de maatbeker. En ik heb hier even een... nog wat grotere beslagkom gepakt. En ik zei dat van dat bier, dat is ook een tip op het pak hier van het merk oliebollenmix. Dan kan je ook 150 milliliter water door 150 milliliter bier vervangen. Dan wordt je beslag wat luchtiger als je dat lekkerder vindt. Maar ik hou wel wat van stevig beslag, dus ik doe gewoon 500 milliliter water. Nou, en dan deze moet ik dan ook nog openmaken. Nou, die gooi je dus helemaal in de kom. De hele zak gooi je in de kom en de 500 milliliter water. En dan ga ik gewoon met de garde helemaal kloppen tot het een glad papje is van het beslag. En als dat klaar is, dan gooien we die rozijnen erdoor. Nou, deze is nu in dus handwarm, een beetje lauwachtig water. Is het eerst dus een kwartier aan het weken en daarna moet ik het nog droog deppen met een theedoek. Dus die heb ik hier liggen en dan doe ik dat zo meteen op de theedoek droog deppen, die rozijnen. Dus ja, en dan hier heb ik natuurlijk de pan al op het fornuis gezet en ik moet de olie er nog in gieten. Dus dat ga ik ook alvast even doen. Dus dan ben ik zo meteen weer bij jullie terug met de volgende stap. Zo, welkom terug allemaal. Ja, je ziet het, ik heb het al bijna tot een heel glad papje deeg gemaakt. Ik heb hier de rozijnen afgegoten, die liggen hier nu in deze theedoek te drogen. Die moet ik op deze manier, zo'n beetje moet je ze een beetje eerst even helemaal droog deppen. Nou, dat ga ik zo meteen even helemaal verder goed doen. En dan hebben we hier een pollepel of een pollepel, zoals sommige mensen zeggen. Nou, daar ga ik dus mee door het beslag scheppen. Je moet niet nog eens een keer helemaal zo weer gaan roeren. Want we gaan hierna het deeg bij die verwarming hier zo zetten. En dan kan het rijzen. Dus dan gooi je het. Eerst gaan we de rozijnen er dus doorheen scheppen. En de stukjes appel. Daarna theedoek eroverheen. En dan moet die drie kwartier moet die gaan rijzen nog. En wat ik net ook nog vergeten te vertellen, je hebt ook nog zo'n grote opscheplepel nodig en een ijslepel. Om straks de bollen te kunnen maken voor als de olie opgewarmd kan worden. Dus dat was ik nog vergeten te zeggen. Dus ja, ik ga dat allemaal even doen en dan kom ik bij jullie terug als het deeg is gerezen. En dan kunnen we daadwerkelijk de oliebollen gaan bakken. Dus tot dan.
Zo, nog heel even tussendoor om te laten zien. Het is het gladde papje, de rozijnen en de stukjes appel. Die zitten er nu echt allemaal doorheen geschept met de pollepel. Die ligt hier allemaal nu als vaat in de... Hoe noem je dit ook alweer? De gootsteen. Dus jongen, jongen, lekker op het woord komen hier. En hier ligt nog een stukje appel hier zo. Die eet ik gewoon zo op. Dus nou, nu moet het deeg 3 kwartier rijzen. Dus ik gooi... theedoek gooi er zo overheen. Oh. Moet het wel even meewerken. Met één hand is het lastig. En die zet ik dan op een warme plek. Je moet er wel op letten dat het dus niet op een tochtige plek staat. Dan moet het deeg nu 3 kwartier rijzen. En dan kunnen we de pan met olie aangezette daar. En dan met deze lepel en deze lepel bij elkaar bollen maken. En met die schuimspaan kan je het vet laten uitlekken boven de hete oliepan. En dan is het daarna smullen geblazen als het goed is. Dus tot dan. Zo, goeiedag allemaal. Het is inmiddels een uurtje verder. Nou, ik heb de olie aangezet. Die moet eerst even opwarmen. Die moet eerst iets van 180 graden worden. Dus dat moet ik eerst even doen. Ik heb hier een bak klaar gezet om de oliebollen in te vangen, zeg maar. Als ik ze uit de pan halen. En ja, ik gebruik dan hier een spatel in plaats van een schuimspaan. Want die heb ik dus niet. Dus ja, maar normaal gesproken heb je een schuimspaan nodig. Maar ja, dan, als ik hem niet heb, dan lekt het ook wel door die dingen van die spatel heen. Door die gaten. Dus ja, dan maar een spatel. En dan gaan we eens even kijken bij het beslag. Ik heb deze olie nu echt net aangezet. Straks moet de afzuigkap aan, dan horen jullie mij niet meer praten. Dus vandaar dus dat ik nu eventjes aan het vertellen ben nu de olie nog koud is. En ik heb trouwens niet het beslag bij mijn verwarming radiator gezet, maar bij mijn infraroodplaat. Want het is nog warm genoeg buiten om alleen de infraroodplaten te gebruiken. Nou, hier staat het beslag dus nog steeds. Dus op die manier is het een heel klein beetje gerezen. Ik vind dat het niet heel veel gerezen is. Maar goed, we zullen zien wat eruit komt. Het is in ieder geval... op de verpakking staat 3 kwartier rijzen. En het is nu al zijn we een uur onderweg. Dus we zullen zien wat eruit komt. Nou, ik ga het, de afzuigkap zometeen aandoen. En dan horen jullie mij natuurlijk niet meer. En dan, maar ja, als ik het deeg pak, ik pak dus gewoon een schep met de ijslepel. Deze vet ik dus eerst in de olie trouwens. Allebei de lepels moet je eerst in de olie doen. In de olie stoppen. Nou, dan pak je een schep beslag. En ja, met deze andere lepel probeer ik dan de andere kant ook een beetje rondachtig te maken. Maar daar heb ik dus 2 handen voor nodig. Dus dat kan ik helaas niet voor jullie filmen. En is de bedoeling dat je, als de olie heet is, dan moeten die oliebollen 3 tot 4 minuten in de hete olie bakken. Je laat het dan dus uitlekken via, nou, normaal gesproken een schuimspaan, maar in mijn geval even een spatel. En dan gooi ik ze hierop met een bakje met keukenpapier. Zodat het vet ook nog op het keukenpapier uitlekt, de olie. En dan laat ik daarna het eindresultaat zien van de eerste paar bollen. Zometeen. En ja, dan is het klaar. Dan proef ik nog even. Dus tot zometeen weer. Nou, hallo allemaal. Nog even tussendoor. Nou, je ziet het. Ik heb de afzuigkap even uitgezet. Maar ik heb veel te veel deeg in het begin gepakt. Vooral deze. Dit is echt een halve kipkluif geworden. In plaats van dat het een bol is. Deze is wel wat meer een bol. En verder was de olie te heet. Hij stond eerst op 8. Dus ik heb hem nu op 5 gezet. Dat is wat beter voor een inductiekookplaat. Dus dat is wel even een goede tip. Ik ga straks drie bolletjes waarschijnlijk doen met veel minder deeg. Kijken hoe het er dan uitziet. Want deze zijn eigenlijk een beetje mislukt. Dus tot zo. Zo, ik heb nu 2 kleinere bolletjes gepakt. Hier zo. Die komen er inderdaad weer als oliebollen uit te zien. Ik heb even de afzuigkap uitgedaan. Ja, en deze die kreeg ik niet van mijn lepel af. Dus dit is een langwerpige oliebol geworden. Nou, nog even wachten tot die wat bruiner is. Moet nog 1 minuutje en dan is het goed. Dit waren die misbaksel, die kippenpoot. Nou, ik heb al geproefd, hij is wel enorm lekker. Alleen het is dus geen bol op deze manier. Deze die is wel wat beter gelukt.
Maar het is wel ontzettend lekker. En ja, nog even een tip voor poedersuiker. Je hebt van die kerfstollen hier, nou, daar hou je meestal wel een pakje poedersuiker van over. Nou, die kan je dan gebruiken om poedersuiker erop te gooien. Dus dat is nog maar even een tip. Nou, dit was dus de oliebollenbak video. Ik laat nog even straks het resultaat van die twee nog even zien, van die twee groeien. Dus dan ben ik zo meteen weer bij jullie terug. Nou, hallo allemaal, daar ben ik dan met het eindresultaat. Dit was die lange slinger die misvormd was. Maar dan zien we inderdaad dat het minder deeg, dan krijgen we toch echt wel een oliebol eruit. Zetten we wel een beetje een aardappelvorm, omdat ik geen ijslepel heb, maar twee lepels gebruik. Maar hij doet het, ze doen het zo op deze manier prima. En ze zijn nog lekker ook. Ik heb al eentje geproefd en dit soort losse kruimels, die proef ik. Ontzettend lekker. Dus ja, ik wil jullie bedanken voor het kijken. Nou, fijne jaarwisseling straks, ondanks dat je alleen maar met een paar knetterballen kan staan in dit achtelijke land. Maar toch, ik wil nu niet zeuren, want het is een leuke feestdag. Fijn uiteinde gewenst en een gezond 2021. En hopelijk wordt dat echt een beter jaar voor alles en iedereen. Vergeet je ook niet te abonneren. En als je het een leuke video vond, dan een duimpje omhoog te doen natuurlijk. En dan zie ik jullie weer volgend jaar met hopelijk allemaal nog meer leuke en betere YouTube-video's. De beste wensen alvast allemaal. Dag allemaal.